Drie dingen die je over keramiek wil weten. Drie dingen die je over keramiek wil weten als je overweegt om een beeld te kopen van keramiek. Als je overweegt om een driedimensionaal kunstwerk aan te schaffen, dan is er keus genoeg. Of het nu gaat om abstract of realistisch. Brons, glas en keramiek zijn enkele materiaalmogelijkheden. Maar wat mag je dan verwachten? Zijn er dingen die je van tevoren graag zou willen weten? Daarom heb ik de drie dingen die je wil weten van keramiek op een rijtje gezet. Kleurechtheid. Glazuren blijven altijd mooi. Glazuren is het verglazen van een keramische scherf. En dit gebeurt in een oven op een hoge temperatuur. En het heeft als voordeel dat er hele mooie kleuren kunnen ontstaan. En deze kleuren zijn lichtecht. Je hoeft er dus geen rekening mee te houden waar je het kunstwerk plaatst. Het zal niet verkleuren, ook als het in de zon staat. Het werk blijft zoals je het hebt aangekocht. Denk maar aan al die scherven uit de oudheid die nog gaaf naar boven komen. Breekbaar. Keramiek is breekbaar. Veel dingen gaan stuk als je ze laat vallen. Dit geldt ook voor brons en ook voor glas. En helaas dus ook voor keramiek. Alle reden om er zorgvuldig mee om te gaan. Maar als het eenmaal staat, dan gaat het echt niet zomaar uit zichzelf vallen. Maar er is één ding wat je echt nooit moet doen bij keramiek. En dat is de scherven aanduwen in de afvalbak. Zoals gezegd is glazuur een verglaasd laagje. En als dat breekt, dan kan dat echt vlijmscherp zijn. Dus daar kun je je behoorlijk aan verwonden. Onderhoud van keramiek. Keramiek heeft geen onderhoud nodig in de zin van dat je het in moet smeren met een bepaald middel. Het enige waar je misschien wel mee te maken krijgt is stof. Niets is zo makkelijk als een handdoek in de douche leggen, daar het kunstwerk op zetten en afspoelen maar. Je kunt het droog deppen of laten drogen aan de lucht. Het onderhoud is minimaal, het vraagt weinig tijd en geld. Als je voor keramiek kiest, is er een oneindige keuze aan kleuren. Die kleuren die blijven zoals ze waren bij aankoop. Die veranderen dus niet door het licht. Klei is een plastisch materiaal en kan tot prachtige vormen worden geboetseerd. Van realistisch tot abstract. Hierdoor heb je grote kans dat je iets in keramiek kan vinden wat bij je past. Kijk op mijn website.